instappen, moet je jezelf de tijd geven en moet je vooral niet opgeven. En de aanhouder wint, en dat is vandaag eigenlijk wel gebleken, want als we zien wat hier vandaag gaat gebeuren, kan ik alleen maar heel trots zijn. Hopelijk jullie ook. Ik ben op mijn weg met dit idee hier in de Ziggo Dome beland. En als je hier in de Ziggo Dome belandt, wat hier nog eigenlijk heel kort staat, als je ziet wat hier al gebeurd is. Op die weg kom je hier Danny Daman tegen, dat is de commercieel directeur. En ik kom met Danny Daman aan tafel en het was hier nog allemaal, ik liep nog met een petje, weet je, op mijn hoofd en laarzen aan, en we kijken hier, het was allemaal nog in opbouw. En hij vertelde over het idee en hij was echt meteen een soort van, wauw, dit is hartstikke leuk. Hij kreeg heel veel energie van, meteen met allemaal ideeën. Hij zei op een gegeven moment, alweer een aantal maanden daarna, toen ik ondertussen alweer verder was kijken, hij zei, je moet Bob de Voogd ontmoeten. Bob de Voogd hebben jullie net gezien. Ik heb met Bob de Voogd 9 jaar in de arena gewerkt. Hè? Danny zei dat. En dat is iemand die kan jou helpen met je idee, met je format. Ik ben natuurlijk ook maar gewoon een creatieve muzikant en ik heb wel ideeën, maar voor mij is ook de hele wereld waarin we nu inmiddels vandaag zitten met jullie hiervoor ook nieuw. En Bob en ik hebben elkaar ontmoet door Danny en ik had meteen binnen 10 minuten door, dit is de man die ik zocht. Want zonder zo iemand kan je het eigenlijk niet doen. Je kan een droom hebben, maar dan moeten dingen waargemaakt worden. Vanaf dat moment zijn Bob en ik aan tafel gekomen, ook weer door Danny Daman, onder andere met de mensen van Ziggo, de heren, de marketingdirectie en Ziggo, de kabelaar, dat bedrijf, die hier het mooi sponsort, kwam met ons aan tafel en wij hebben ons format gepresenteerd met onder andere dat logo. En die waren meteen zo enthousiast, het was zo warm, we voelden gewoon, hey, hier voelt iets goed met elkaar. Die hebben ons een intentie gegeven. Waardoor we hier staan vandaag, waardoor we dit konden doen, daar zijn we heel dankbaar voor. Daarna zijn er nog meer partijen aan boord gekomen, daar gaan we het later ook nog over hebben, die ook weer mede mogelijk maken dat we dit zo gaan doen als dat we gaan doen. En van het een komt het ander en we staan hier. En het is natuurlijk voor jullie spannend en voor ons ook eigenlijk. We hebben daar een heel mooi ding staan en we gaan onthullen met welke artiesten wij dit verder gaan doen. We gaan iets heel bijzonders doen, daar gaan we nog heel erg over praten. Daar gaan de artiesten zelf over praten. Ik denk dat het leuk is om het nu even te onthullen wie dat zijn. Er komt een spannend momentje voor ons allemaal. Wachten. Deze ronde. Ja, dit is natuurlijk jammer dat nu niet iedereen dit ziet. Zullen we doen? Zullen we aftellen, jongens? Is dat leuk? Begin maar bij 99. Nee, laten we dat doen. 10. Oké, 3, 2. 3, 2, 1. Dit is de poster. Dit is wat vanaf over 5 minuten aan de buitenkant van de Ziggo Dome de hele dag exclusief zal staan. Dit is de visual die op de website www.levensofsoul zal staan. Nou, mooie foto's. Ik zou zeggen, gaan we eventjes